Nou, ik wil jullie aandacht graag vragen voor Lim Cheng Soon. Lim Cheng Soon is een jongen die heel veel geld verdient online. En niet door te bloggen of door een product te verkopen of door een app te maken. Maar door simpelweg samen te vatten wat er op Hacker News gebeurt. Hacker News is een soort Reddit, een soort dig alleen al voor de echte nerds. En daar lezen enorm veel mensen mee wat er op dat moment belangrijkste is in de start-up wereld. En Lim Cheng Soon is een van die mensen die daar aan meedoet. Die daar enorme fan van is. En die al jaren in de community zit. En op een gegeven moment had hij een plannetje van, weet je wat, er komen daar zoveel mooie artikelen uit. Waarom probeer ik niet gewoon de allermooiste te bundelen? Dat doet hij. En hij zet, hij maakt met een simpel programmaatje, maakt hij eigenlijk gewoon een tijdschrift van de beste artikelen. Dat heet Hacker Monthly. Vraagt de mensen die die artikelen geschreven hebben, die probeert hij te achterhalen. En dan zegt hij van, mag ik alsjeblieft jouw stuk gebruiken? Krijg je van mij een abonnement en dan krijg je altijd die mooiste Hacker Monthly's binnen. Hij heeft nu 4700 abonnees. $88 kost het als je de printeditie wilt. Hij print ze ook daadwerkelijk uit. Of $29 als je gewoon de normale iPad-versie wil. Dus hij maakt ongeveer €130.000 per jaar omzet. Simpelweg met het samenvatten van andere artikelen. Nou denk je, dat is misschien heel makkelijk, maar eigenlijk vat dat een hele belangrijke trend samen. Namelijk dat we allemaal behoefte hebben aan curatie. Daar is dit programma ook uit ontstaan. En dat we allemaal een gids willen hebben. En dat lijkt heel simpel. Je zou kunnen zeggen Hacker News voor iedereen samenvatten, maar dat is helemaal niet zo. Dat is een enorme database. Daar gebeurt heel veel. En het wordt pas interessant als iemand zegt van, kijk, je moet hier naar kijken. Dit zijn de echt mooie stukken. Die moet je gaan volgen. Als ik nu een prachtige oude bibliotheek, bijvoorbeeld Harvard Stelt's bibliotheek, open, ik kan al die documenten gaan bekijken. Is een enorme rijkdom. Maar ja, dat verlamt ook meteen, dan kom ik niet meer terug. Terwijl als iemand zoals bijvoorbeeld Brainpicker, de bekende curator, Maria Popova, als zij zegt van, kijk, hier heb je de 80 mooiste notitieblokjes van oude schrijvers, dan ga ik wel in die database kijken. Dus die curatie is enorm belangrijk. En ik denk als je nu als kijker zelf een publiek online wil, dat je binnen jouw niche een autoriteit kan worden door mensen te gidsen, door alle andere media overbodig te maken, door te zeggen, via mij kan je de meest interessante artikelen binnen jouw niche volgen. En als je mij volgt, dan mis je niks.